Ben jij op zoek naar een toetsenbord met echt ontiegelijk lekkere, mooie, heldere RGB-lichtjes? Nou, dan is dit misschien wel degene die jij moet hebben. Dus dit is de Xtrfy K4 Tiki L toetsenbord. En natuurlijk het kleurtje wit. Je hebt ook de keuze om zwarte toetsenborden te hebben. En natuurlijk met verschillende layouts. Ben jij net een fan van een Acerti layout, dan kun je bijvoorbeeld die layout ook nog aanpassen als ze willen. Dus dat is best wel fijn. Het enige wat je niet kan aanpassen is de switches. Elke variant van de K4 maakt gebruik van de Cherry MX Red switches. Oftewel, dit zijn lineaire switches en zijn op zich best wel stil. Dus als jij niet te veel lawaai in je omgeving wil maken, zijn dit op zich best wel nog keurige switches om te gebruiken. Het zijn wel lineair, oftewel je hebt dus niet een bump zeg maar wat je indrukt. En persoonlijk ben ik altijd wel een fan van de bump, dat vind ik altijd wel satisfying type. Maar voor gamen is het best wel fijn, een lineaire switch. Maar nogmaals, je moet er gewoon net van houden. En als je niet bekend bent met mechanische switches, zou ik altijd even aanraden om even naar de MediaMarkt toe te lopen en verschillende toetsenborden even uit te proberen. Het is altijd wel even fijn om te weten hoe alles klinkt en hoe het allemaal aanvoelt voordat je daadwerkelijk het gaat aankopen. Dus als eerste, het design en de bouwkwaliteit. Dit toetsenbordje is volledig gemaakt van plastic. Ze hebben wel hier binnenin een metalen base in zitten, maar de omhulsel is gewoon gemaakt van plastic. Het is super hard plastic, kwalitatief plastic en je krijgt letterlijk hier geen flex mee. Oftewel, het zit super stevig en goed in elkaar. Waar ik dus nergens over te klagen heb. En dan de kleur van het toetsenbord. Het ziet eruit op camera waarschijnlijk gewoon als een mooi wit toetsenbord. Helaas moet ik je hier wel mee teleurstellen. Het is wit. En dan denk je, oh, het is gewoon wit. Waar heb je het over? Het is cool wit. Nee, niet cool als in cool cool. Maar koud cool, zeg maar. Het doet zijn ogen een beetje wat blauwig in plaats van echt papier wit. En dat vind ik best wel jammer, want ik heb bijvoorbeeld custom switches gekocht die echt gewoon spierwit zijn. Maar als ik die switches op dit toetsenbord plaats, dan oogt het toch nog net weer wat verschillend. En het is toch niet net het. Maar eenmaal het toetsenbord ingeplucht is, kun je zien hoe hypnotiserend die RGB-verlichting gewoon is. Het is echt fantastisch. Oh, het is het mooiste RGB-verlichting die ik ooit gezien heb, om heel eerlijk te zijn. Het is fantastisch. Elke keer als ik naast mijn vriendin zit achter het bureau, dan moet ik altijd eventjes gewoon 10 seconden staren naar haar toetsenbord, deze dus. En dan raak ik gewoon verdwaald in die lichten. Zo mooi zijn ze. En oh mijn god, ik wil het ook. Maar ja, lineaire switches zijn net niet voor mij, dus dit is dan net niet de toetsenbord die ik graag wil gebruiken. Maar de RGB-verlichting, oh, je zou bijna willen overstappen, echt waar. Het is zo verdomde mooi. Wel even een ding om te weten, alle RGB-verlichting verander je dus op de keyboard zelf. Je hoeft dus geen software te installeren. En dat kan op zich fijn zijn, maar ook weer een beetje vervelend zijn. Want als je via software het dus aanpast, heb je alles kort in stapjes en is het heel toegankelijk. Alleen als je via keyboard aanpast, hoef je natuurlijk geen software te downloaden, wat ook fijn is. En alles kun je dus gewoon veranderen met de controls op het toetsenbord. Dus met de FN-knop die hier aan de onderzijde zit, kun je hier dus bijvoorbeeld op 1 drukken. Dus dan heb je gewoon de kleuren waar je doorheen gaat. En je hebt een 2, dus dan kun je bijvoorbeeld ook kleuren aanpassen. Ja, ze hebben allemaal andere effecten. Maar het ding is wel, je kan niet individueel elk toetje aanpassen. Deze toetsenbord heeft dus 6 zones dat je dus kan aanpassen van belichting. Oftewel, niet individueel aanpasbaar als je dat zou willen. Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld een paaltjestoets een ander kleurtje wil hebben en de rest gewoon een andere kleur, dan kan dat gewoon niet. Die mogelijkheid is er niet helaas. Ook heb je nog verder nog extra media keys op de keycap zitten. Dus voor volume aanpassen, media afspelen en dat soort dingen kun je dus heel makkelijk overal gewoon bij. En het is super fijn. I like it. En verder maakt het toetsenbord gebruik van ABS keycaps. Oftewel natuurlijk wel mindere kwaliteit dan PBT. Maar alsnog zijn ze best wel kwalitatief in orde. En moet ik zeggen, na 2 maanden gebruiken merk je ook nog steeds helemaal geen vervagingen of aparte dingetjes. Dus al in al best wel nice. En ook wat je even moet weten met de keycaps, ze zijn echt smooth. Sommigen houden ervan dat er net wat een textuur op hun keycap zit. Deze hebben dat dus niet. Dus als je dat niet fijn vindt, kun je altijd nog zeggen ik haal deze keycaps eraf en ik plaats gewoon even nieuwe keycaps erop.
En aan de achterzijde van het toetsenbord maakt gebruik van uitklapbare voetjes. Die ook trouwens een rubberen laagje nog omheen hebben. Dus het gaat niet verschuiven op je bureau. En dan komen we nog bij een punt wat ik wel een beetje storend vind bij dit toetsenbord. En dat is de kabel. Op zich denk je van, nou, de kabel ziet er op zich prima uit. Maar als je echt goed kijkt, merk je dat het gewoon een compleet andere kleur is dan het toetsenbord zelf. En op zich is dat niet erg als het bijvoorbeeld spierwit was. Spierwit met een klein beetje koelwit, weet je, dat kan ik nog wel overzien. Maar dit kabeltje heeft gewoon een soort van geel-bruinige kleur. Oftewel, het ziet eruit alsof het gewoon vies is. En ik vind het niet mooi en het had gewoon anders gemoeten. Maar dan zou je denken, oké, nou ja, ik bedoel, niet een mooie kabel, misschien kan je hem eruit halen dan. Dan kun je even een andere kabel halen, die erin pluggen en dan is je probleem opgelost. Maar dat is juist weer het ding, je kan dus niet deze kabel vervangen. Het zit er gewoon in en je hebt dus geen mogelijkheid om het eruit te halen. Tenzij je heel handig bent en ermee wilt pielen, maar zover ik het weet, kun je het niet uithalen. En ook één dingetje wat ik bij mijn kabel zag, is dat hij een beetje versprong met de stofjes erin. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar er zit een klein stofje die is eruit geflopt. Maar het oogt een beetje knullig. Het is niet zo mooi. Je kan het natuurlijk afknippen en dan is het op zich ook weg, maar het had sowieso niet gemoeten. Maar ja, hoe typt het toetsenbord nou? Nou, ik zal je eens even goed laten zien hoe die typt. Dus kom maar mee! T-test, ik heb online staan. We gaan eens even wat tikken en dan kun je ook precies een beetje horen hoe het dus klinkt. Dus uiteindelijk hebben we dus 80 woorden per minuut. Ik moet wel even bekennen, als ik de toetsenbord gebruik, mijn handen die glijden af en toe gewoon weg van de toetsen, omdat het gewoon zo glad is. Ik had toch eigenlijk liever wel een textuur willen zien op de keycaps. Maar natuurlijk, als deze keycaps je niet bevallen, je kan altijd optioneel nog extra keycaps bijbestellen en die erop zetten. Die wat net wat meer textuur hebben en net wat fijner zijn. Zo heb ik op mijn eigen toetsenbordje wat betere texturen toetsjes en het is gewoon heel wat fijner. Alla, wat vind ik van de typervaring? Ik moet wel zeggen, ik ben niet zo fan van de lineaire red switches. Ik had toch liever wel een beetje bruin willen zien, maar dat is natuurlijk je persoonlijke voorkeuren wat er een beetje bij inspelen. En ik laat je nog even goed horen hoe de keys individueel een beetje klinken. Dus dan tik ik ze even in en dan hoor je precies dat in. Dus nu ga ik even spatiesbalk. Alt, Fn, Shift, Enter, Backspace. En laten we zeggen nu gewoon even wat random toetsjes, gewoon van QWERTY en weet ik wat. Maar uiteindelijk, wat vind ik nou van de Extrify K4? Om eerlijk te zijn, qua toetsenbord ziet hij best wel keurig in elkaar. En de RGB-verlichting is echt gewoon fantastisch. Het hypnotiseert je gewoon. Je ziet het toetsenbord gewoon golven als het ware. Het is echt werkelijk wel fantastisch. I love it. Het enige wat voor mij wel beter mocht is de kleur. Want nu heeft het een beetje een coole kleur. Wat ik dus niet mooi vind en niet mooi mee kan matchen met mijn eigen keycap setters. De keycaps zijn ook vrij smooth. Het is te glad voor mij doen. En had wel best wat textuur mogen hebben. Maar natuurlijk, als je eigen keycap set hebt, dan kun je die gewoon erop zetten. En dan heb je dat probleem ook niet meer. Lineaire switches vind ik persoonlijk net wat minder. Maar dat is net weer een persoonlijke voorkeur. Wil jij een beetje een stil toetsenbord hebben, dan is op zich dit wel een goed toetsenbord daarvoor. Lineaire switches zijn er heel geschikt voor. En ook vind ik de kabel... Ja, het had voor mij gewoon anders gemoeten. Dit vind ik wel een beetje een kwalijk iets. Je kan de kabel ten eerste niet eruit halen. Met een tweede ziet het er ook nog verschrikkelijk uit. Alsof dit toetsenbord al 10 jaar in de kast heeft gelegen. En dat het kabel letterlijk gewoon viezig verkleurd is. En dat is gewoon niet mooi. En het had gewoon letterlijk anders moeten zijn. Voor mij had het beter gewoon een spierwitte kabel kunnen hebben. Dan zo'n vagig kleurtje. Voor mij... Liefst had ik natuurlijk wel gehad dat die gewoon eruit geplukt kon worden. Dat zou nog helemaal fijn wezen. Maar ja, helaas kan het niet.
RGB-verlichting kan je ook niet per key aanpassen, maar als je toch een persoon bent die één gehele kleur of zijn hele toetsenbord doet, of alleen de RGB-wave doet, dan is dit gewoon hartstikke prima en hartstikke mooi. Maar over het algemeen is het toetsenbord best wel keurig en hartstikke leuk om te gebruiken. En daarom beoordeel ik het toetsenbord een 4 van de 5 sterren. Maar als je nog vragen hebt, laat ze gerust in de reacties hier beneden. Like de video natuurlijk als je het leuk vond. En als je natuurlijk meer wilt zien, abonneer dan natuurlijk. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Tot ziens!